Hey, het is nog veel meer nieuws, namelijk kijk even mee naar wat onze koning Willem-Alexander vorige week meemaakte bij een duurzame boerderij. Jullie gaan dit leuk vinden. Heel bijzonder. Goedendag. Koning Willem-Alexander trok veel aandacht tijdens zijn bezoek aan Meppel. Hij ging langs bij milieuvriendelijke bedrijven. Hoop je hem zo nog een handje te kunnen geven? Ja, en een selfie proberen te maken. Na een hoop handjes geven en selfies maken was het natuurlijk tijd om iets te eten. Hier maken ze burgers van meelwormen, insecten dus. En die zien er zo uit. Meelwormen worden speciaal gekweekt om te kunnen eten. Dat is beter voor het milieu dan het houden van koeien, varkens of kippen. En omdat ze zo klein zijn, nemen ze maar weinig ruimte in en kun je er veel meer van houden. Heel veel van onze eiwitten halen we uit vlees. En dat vlees dat stoot heel veel CO2 uit om te produceren. De wormen zijn koudbloedig en daardoor passen ze hun lichaamstemperatuur altijd aan de omgeving. En stoten ze minder schadelijke gassen uit. Is niet zielig? Ja, ik vind het niet super zielig. Er is wel veel onderzoek naar gedaan dat ze veel minder waarnemen van wat er gebeurt. En daardoor zou je eigenlijk kunnen zeggen dat het minder zielig is. Het eten van deze beestjes mag nu sinds een paar jaar in Nederland. Al is het wel wennen. En ze voelen niet lekker en ze zijn kleine beesten. Ja, en ook de koning was wel benieuwd naar zo'n insectenburger. Het is een heel stukje vlees, zonder, want als je de ketchup en alles doet, dan kan je een heleboel verbergen. Waar smaakt het goed inderdaad? Hij vindt het dus lekker. Jawel, neem even de strip. Hij had hem niet op. Hij had één hapje. Ga heel snel dat bord er weer. Ja, neem maar weer mee. Even zijn vinger in zijn keel en de wc. Zag je die jongen met dat shirt? Six legs stond erop. Ja, hij kwam niet over als een hoog testosteron. Nee, die heeft te veel meelwormen al gegeten. Volgens mij is het niet zo goed voor je stem als man. Weet je wat die beesten eten? Dat is namelijk heel grappig. Die meelwormen die gaan dus in zo'n bak. Daar zit dus afval in, hè? Dus afvalverwerking. Daarom wordt het gezien als ongedierte, traditioneel gezien. Ja. Dus kakkerlakken, pissebedden, wormen, die eten bijvoorbeeld ook die rottingsprocessen. En dat inderdaad, heeft een onderdeel in de voedselketen. En de mens heeft ook een plaats in de voedselketen. Maar wat ze hier willen doen, is die voedselketen radicaal verkorten. En dat is natuurlijk helemaal niet goed. Nee. Een lijk wordt gegeten door dat soort dieren. Ja. In de grond en zo. Bij begraafplaatsen, daar vind je ook heel veel meelwormen. Dus misschien kun je naast een begraafplaats een hamburgerteentje van insectenburgers. Ja. Echt heel luguber. Maar inderdaad, en dan gaat het een hele lange weg. Vooral ook via vogels, die eten dan weer. Nou, die worden er. Uiteindelijk kom je uit bij grasgevoerde koeien. Juist. Het hoogste wat er is. En dat wordt dan uiteindelijk dit. Ja. Maar ze willen dit allemaal ertussen uitsnijden. Als je het over een echte hamburger hebt. Kijk, hier spreken ze over een insectenburger. Insectenburger en vlees van. Maar je mag het helemaal geen vlees noemen. Kijk, hier heb je het over vlees. Dat zijn grasgevoerde runderen. Dat zijn van lokale boeren. Er zijn nieuwe koeien gehaald. Wij verwerken dat op een juiste en verantwoorde manier. Ja, dan is dit de waanzin ten top dat we het over een insectenburger hebben. Nee. Maar ze zijn heel klein, hebben daar minder ruimte nodig. Ja, meer van houden. Maar een insect of een worm, dat heeft toch altijd al een vies gevoel, een walgingseffect. Daar gaan we dan geen burgers van maken. Nee.